De stichting De Backlot is tevreden met de manier waarop Earth Hour dit jaar in Suriname is gevierd. Onder meer werd er een reuze Earth Ball met de veerboot vanuit Kommewijnen naar Paramaribo gebracht. En er vond een wandelloop plaats. Het doel van Earth Hour is om de gemeenschap bewuster te maken van het belang van een gezond milieu. Tijdens het internationaal evenement zijn huishoudens en bedrijven opgeroepen om de verlichting en andere elektrische apparatuur in hun huis voor 1 uur uit te schakelen. Henna Draaibaar van De Backlot blikt in het programma In Gesprek Met terug op het succesvolle evenement. Maar we zijn bezig. We zijn bezig met een transitie. We zijn bezig aan een mindshift van mensen. En de 1500 mensen die op het plein waren, die hebben er wel het mooiste wat je kan bedenken van gemaakt. Het spelen met licht is heel bijzonder. Ja, en altijd. Ja. We vragen, tijdens de actie hebben we gevraagd om 1 uur voor de aarde. Geef me 1 uur voor deze aarde. En dat gebeurde om 8:30 met de hulp. En de bedankjes moeten natuurlijk ook naar de overheid. Want die hebben gezorgd dat alle overheidsgebouwen rondom het plein, daarvan gingen de lichten ook uit. Het was ook een moment dat je dacht van, eigenlijk een soort kippenvel moment. Ja. Want het gaat niet allemaal bam in 1 keer uit. Het paleis gaat uit, DNA gaat uit, het ministerie gaat uit, de andere gebouwen eromheen gaan uit. Dus het is een soort keten en dan uiteindelijk gaan ook de lantaarnpalen op het plein uit en dan heb je volledige duisternis. Een moment, gewoon één moment van bezinning. Om na te denken over wat we met deze aarde aan het doen zijn. Dat is de wereldwijde campagne. En wat wij hebben geprobeerd is, vooraf aan 25 maart hebben we dat educatietraject uitgezet. Ja, precies, ja. Waarbij kinderen gewoon bewust gemaakt werden, want investeren in die nieuwe generatie, die jonge generatie, is essentieel. Ja. Dus daar hebben we dan die educatielessen verzorgd over waarom doen we dit op 25 maart. Ja. En uiteindelijk hebben we op 25 maart gewoon een feest gemaakt om de bewustzijn te vieren. Draaibaar zegt het volgend jaar meer districten te willen betrekken bij het project. Dit jaar was Kommewijnen van de partij en er lopen al gesprekken met de overige districten voor het komend jaar. En wat we nu hebben gemerkt is dat het voor mensen toch moeite kost om vanuit Kommewijnen helemaal naar het onafhankelijkheidsplein te komen. Dus daar moeten we nu aan gaan denken aan misschien niet eens op hetzelfde moment, maar in elk geval een moment van samen zijn, ook in de verschillende districten. Precies, ja. Al is het maar klein. Ja. Maar we moeten gewoon beginnen. Het moet een sneeuwbaleffect hebben. Dat je neemt mee, je rolt mee. Ja. En dat we beseffen dat we hier iets hebben wat zo waardevol is, dat we het never nooit kunnen veranderen. Ja. Want ik denk gelijk, je praat over de districten en ik denk gelijk aan het binnenland. Want daar hebben die mensen echt direct te maken met klimaatverandering. Je hebt tijden waar overstroming droogte. En als er geen diesel is geleverd, hebben ze ook geen licht. Ja. Dus ze begrijpen het helemaal. Dus die promotie, denken jullie dat ook naar het binnenland toe... Alles heeft een prijskaartje. Het binnenland wordt meteen al heel erg duur vanwege de transportkosten. En heb je nog niet gehad over de inhoud. Maar het is gewoon de intentie. Om in elk geval, als we dit project gaan uitvoeren en uitwerken, dat we gaan denken aan alle partijen, aan alle organisaties, aan alle bewoners. Dus als wij daar lijfelijk niet aanwezig zullen zijn, dan zullen we in elk geval voor materiaal zorgen waar we gebruik van maken van structuren die er al zijn. En dat was Henna Draaibaar van Stichting De Backlot. Ze blikte terug op het Earth Hour evenement.